de ontvangst hier in St. Pancras is gewoon prima. Ja, het is echt fantastisch. Geen dicties, geen ronkende generatoren en geen lange rijen voor de kassa. Bij de tuinconcerten van St. Pancras draait alles om kleinschaligheid en gezelligheid. Dit jaar waren er maar liefst 14 acts. En dat allemaal in de achtertuinen van bewoners. De tuinconcerten zijn begonnen in 2010. Dus ze bestaan al 12 jaar. Het animo is heel groot. Er zijn echt wel heel veel bandjes die mee willen doen. Want het is gewoon een heel leuk gebeuren. En dat weet men onderhand. En Sint Pancras is de plek waar ik ben geboren en getogen. Dus als er dan een gelegenheid is om daar even muziek te maken, dan doe ik dat natuurlijk. Jutters. Jutters. Okay. Over aangespoelde boeien hoor je. We hebben nu 14 tuinen en eigenlijk is dat wel de limit hoor. Dat is eigenlijk al erg veel. Ik vind het echt geweldig. We zitten dichtbij en ja, helemaal leuk. Ja. It's alright, she said. It's alright. Onze band bestaat eigenlijk allemaal leden die of in St. Pancras zijn geboren of er wonen. Dus het is echt een Pancraser aangelegenheid. En we vonden het daarom heel leuk om een keer hier te spelen in de tuin. Vooral bij Tetje en bij Karst Vonk. We proberen altijd Pancraser bands of cabaretiers. We hebben van alles gehad. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Ik vind het hartstikke gezellig en ik ben blij dat het weer is. Want sinds corona was het niet. En we hebben toch onze favorieten.